Peter Hiballa, nog even terugblikken op woensdag. Dat was een lekkere manier om je eerste overwinning te vieren, denk ik. Ja, absoluut, omdat ook niemand er een beetje aan gedacht had. En mijn jongens hebben het echt goed gedaan, we hebben een goede plan meegegeven en goed omgezet. En ja, natuurlijk heeft ook AZ ook goed gevoetbald en ook grote kansen gehad, maar ik vond het ook, ik vond het ook verdiend. Ja, we zagen Nacho Monsalve een uur op het middenveld spelen. Zie jij hem ook echt als middenvelder of was het puur gericht op de tegenstander deze keer? Nou, ik vind hij kan centrale verdediger spelen, maar hij kan ook zes spelen, omdat hij brengt rust aan de bal. Kijk, bij ons moet die zes ja ook niet altijd totaal lopen, die moeten zes houden. En hij denkt defensief en kan goed koppen. Die anderen moeten altijd lopen. En ik vind die twee centrale verdedigers, nummer zes, die moeten ook een beetje staan. En daarvoor, die kan ook in toekomst nummer zes spelen, ja. Ja, we zagen Gavi Nobleggers ook invallen tegen AZ. Hoe fit is hij? Ja, heb je gezien, hij was niet topfit. Nou, ik heb dat was joystick coaching van mij, omdat ik was 5-6 minuten, dan was hij zo'n beetje klaar. En dan heb ik hem echt heavy gecoacht. En dan is hij, hij heeft hij gebeten, maar ik vond van de fitness van hij niet zo goed, moet ik zeggen. Maar goed, dat doelpunt doet hij natuurlijk uitstekend. Maar daar zijn nog weken te gaan. Ja, dan spelen we morgen tegen Jong Ajax. Wat weet je van de Amsterdammers? Ja, jonge ploeg, zij zijn tactisch gezien natuurlijk altijd offensief, typische Ajax-filosofie, 5-6 man altijd in de box, restverdediging gaat zo, de vleugels zijn een beetje open, iedere speler sterk aan de bal, willen altijd voetballen. Ja, ik denk dat in de omschakel offensief, daar krijgen we mogelijkheden en als we in de duel komen, ik denk dan zijn wij krachtiger en beter. Is AZ dan qua tactiek een beetje vergelijkbaar met Jong Ajax? Ja, maar AZ is natuurlijk volwassenere voetballers en ook betere voetballers. Jong Ajax, ja, aan de bal, die ideeën hebben ze ook. Ze zijn altijd aan het draaien, zijn 7-8 man altijd voor de bal. Ik denk, zo spelen ze ook tegen ons, maar ik denk dat ze ook respect hebben voor ons. Als je het vergelijkt, ik denk dat wij ook ruimtes krijgen morgen. Also, het wordt een andere wedstrijd bijvoorbeeld als tegen Os.